50 meter nog. Start gevallen. Midden van de baan is You've Got Mail het snelste weg. Aan de buitenkant Young Girl Mekken. Helemaal aan de buitenkant Ebanos. Daar neemt Hulskat wel een risico. Gaat op volle snelheid die bocht in het derde spoor. Terugnemen kun je hem niet. Dus je moet hem gewoon die bocht door laten lopen. Maar dat is Hulskat wel toevertrouwd. Young Girl Mekken neemt de leiding. En Ebanos aan de buitenkant loopt gewoon zijn eigen tempo. Komt nu naast de leider. En gaat nu de leiding overnemen. De koers is gelopen. Ebanos heeft de leiding. Daarachter Young Girl Mekken. Daarachter op de derde plaats is het You've Got Mail. Vierde plaats daarachter Rijk Heikant. Vijfde Jordi van Kampstra. Zesde is Hannibal. Ben benieuwd naar de opening. Want als Ebanos er zo van doorgaat, dan gaat het meestal hard. Daar komt de opening aan. 1-12-4. Snelste opening van de dag. Paard op weg naar de linkerbocht. Hulskat pakt de binnenstang erbij. Gaat er eens even lekker voor zitten achter Ebanos. Ebanos gaat de linkerbocht in. De rest van het veld heeft moeite met het tempo. Eigenlijk kan maar één draver hem redelijk bijbenen. Die zit strak op de rug. En dat is Young Girl Mac. Zo gaan de paarden de bocht in. Ebanos voor Young Girl Mac. Dan een tijdje niets. Dan You've Got Mail. Achter You've Got Mail ligt Eik Heikant. Dan weer een tijdje niets. Dan Jordi van Kamstra. En daarachter Hannibal. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. En het is Ebanos die makkelijk leidt. Ebanos wordt gevolgd door Young Girl Mac. Daarachter komt ietsje dichterbij You've Got Mail. Die heeft vlak achter zich Eik Heikant. En daarachter volgt Jordi van Kamstra. En daarachter Hannibal. Tweede tussentijd 18 rond. De eerste kilometer gaat in 1.15. En Hulskat zit met de handen vol. Hij kijkt even op zijn klok. Hij heeft de stopwatch in de linkerhand. De zweep naar achteren. En hij pakt twee lengte voorsprong. 900 meter te gaan nog voor Ebanos. Ebanos begint weg te lopen. Op de tweede plaats daarachter ligt Young Girl Mac. Daarachter volgt You've Got Mail en Eik Heikant. Dan een tijdje niets tot aan Jordi van Kamstra. Die wordt weer gevolgd door Hannibal. Paard in de rechte lijn overzijde. Tot nu toe heel overtuigend wat hij heeft laten zien. Ebanos, laatste keer. De winnaar van de Fokkers Trofee liep op Duinlicht een laatste kilometer van 13. Als hij dat nou weer doet, loopt hij een straat bij het veld vandaan. En daar is hij wel mee bezig. Hij is aan het versnellen. 15 tweede tussentijd. En hij begint weg te lopen. Ebanos, steeds grotere voorsprong. Aan de buitenkant gaat You've Got Mail naar de tweede plaats. Daarachter is... Young Girl Mac in moeilijkheden, die is vermoeid. Aan de buitenkant wordt hij gepasseerd door Jordi van Kamstra. Maar kijk naar die koploper, die is inmiddels halverwege de laatste bocht. Maar daarachteraan gaat wel You've Got Mail. You've Got Mail zoekt de rug op van Ebanos. En dat is meer dan we hadden mogen hopen. Normaal gesproken was die koers al lang gelopen. Maar You've Got Mail is aan de kar. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Ebanos, Hulskat kijkt opzij en denkt, scheisse, ik moest aan die arbeid. En dat doet hij nu ook. Hij gaat aan het werk. Ebanos, en dan loopt hij gelijk weer weg. Geef maar een applaus, dames en heren. Hij is veel te goed. Ebanos wint het met de straat. Ebanos, Roland Hulskat. Mooie koers, jongen. Het wordt You've Got Mail tweede. Derde daarachter, Jordi van Kamstra. En vierde, Eik Heikant. 15-1 de tijd. Winnaar, die staat vast. En dat is Ebanos. Daar komt hij aan met Roland Hulskat. Ebanos, dames en heren, in het bezit van de Gerrits Recycling Groep. Fokproduct van de heer Van Veghel, weer zo'n vliegtuig uit de Merry Pinky. Trainer is Hugo Langeweg en op de sulky zat Roland Hulskat. En daar is hij al, dames en heren, Roland Hulskat. Hij krijgt de felicitaties namens Drafcentrum Wolfra van Linda. En Karel gaat met partner op de foto samen met Lindsay Pegram. En de winnende tijd van Ebanos, dames en heren, was 1:15:02. En Roland Hulskat praat perfect Nederlands, dames en heren. Maar we gaan het gewoon in het Duits doen. Roland, gratulieren. Man had meer gezegd, dat is een schwierige sfeer. Is dat ook zo? Ja, also er is een beetje... Er kan stark aanpakken natuurlijk. Maar ik heb heute Glück gehad. Er was ziemlich ruhig. En außer im Rennen, die ersten 1000 meter, war auch schon een beetje wild. Maar nachher ging het dan eigenlijk en had toch sehr leicht gewonnen. Sehr, sehr gutes Pferd, denk ik. Ja, wenn ich dir den ersten Bogen eingehen sehe, dann denk ich, ein Fehler kann so mal passieren. Denkst du das auch oder fühlt das nicht so an? Nein, also ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass er einen Fehler machen kann. Jetzt zumindest. Und wie gesagt, ich war alleine für mich außen und er war ziemlich brav daneben. Und erst wie ich hier vorne an der Spitze war, da wollte er einfach schnell loslaufen. Das hat er auch gemacht. Du warst heute hier. Bist du in zwei Wochen wieder hier für die Finale? Da denke ich mal, dass Hugo im Finale fährt, wenn er wieder hier ist, denke ich. Nur ich habe jetzt nur gefahren, denke ich, weil Hugo in Österreich war und ich habe den zweiten Fahrer gemacht. Okay, Roland, danke. Er geht vorreiten, dames en heren. Mach mal in Fahrt vor das Publikum, Roland. Dann können wir mal klatschen für das beste Pferd, was wir heute gesehen haben. Ebanos, da kommt die an, dames en heren. Ebanos und Roland Hulskat.